Philip is als geen ander in staat om mensen te inspireren. Om mensen duidelijk te maken wat de weg is voor zichzelf. En de weg is voor de kennis. En het toepassen van de kennis, zoals hij zelf noemt, op de straat. Om dat daarmee een weg te vinden in zo'n gebied. Dat heeft hij al bewezen bij sportmanagement. Dat heeft hij al bewezen bij facility management. Dat kan hij ook bewezen bij het publieke domein hier op Curaçao. En uiteindelijk gaat het toch, je moet mensen inspireren. Mensen die dan de weg weten te vinden op dit eiland. En het vervolgens doorgaan vertalen in hun werk. En als je dat gewoon een paar jaar volhoudt, pakweg 10 jaar... dan heb je een van die impulsen te pakken waar Peter het over had. Namelijk een impuls waar het eiland denk ik nodig heeft. En Philip is als geen ander de aangewezen persoon om die impulsen te faciliteren.